krijg je bier weer terug. Hè? Je krijgt je bier weer terug. Nu was onze tafel niet beter staan. Dus je bier weer terug. Zegt meer over mij als over hem. Ik heb het niet gezien. Zijn jullie wel ontslaat? Een stukje proza. Ik zal het in tweeën knippen, Paul, zodat het. Ja. Een voorbeeld. Medewerker op een assurantiekantoor. Sinds een paar jaar heb ik een man in mijn leven. Ik loop hem regelmatig tegen het lijf. Ik kom hem te pas en te onpas tegen. En hij doet me verbazingwekkend veel. Ik zag hem voor het eerst op een koude dag. Op een bankje, niet ver van mijn huis. Het was alsof ik hem al jaren kende. Ik zag een knappe man met een rijze gestalte. Zijn leeftijd schatte ik op een jaar of 60. Het bankje waarop hij zat bevond zich aan het begin van een brede laan in een chic deel van de stad. Zijn uitzicht werd gevormd door statige appartementcomplexen, waar notarissen wonen en tandartsen praktijk houden. Huizen met hoge plafonds, aparte entrees voor de leveranciers, liften en dienstbodenkamers. Met de benen over elkaar geslagen, het hoofd licht gebogen en opgetrokken schouders, zat hij naar een onbestemd punt in de verte te kijken. Het was alsof er die dag een startschot was gegeven, want ik bleef hem daarna tegenkomen. Het leek wel alsof hij de straat werd opgeduwd als ik langskwam. Wat valt er over hem te vertellen? Haast lijkt hij niet te kennen. Hij beweegt zich met trage tred over straat. Zijn kleding is uiterst stijlvol. Hij draagt lamswollen of kasjmiertruien en een kool. In kleuren die je nauwelijks meer ziet. Bruin van een pot sterke koffie. Een tint lichter als van mokka-ijs, pistachegroen, zonnebloemgeel, azuurblauw. Zijn jasjes en pantalons zijn van klassieke snit. Hij heeft laarsjes met een hak en van soepel leer. Vast aangeschaft in een zaak waar de winkeldames de tijd voor hem namen en bij vertrek de deur voor hem openhielden. Op koude dagen draagt hij een wollen parka. Zijn voorkomen roept herinneringen op aan de tijd waarin op filmposters namen prijkten als Marcello Mastroianni, Alain Delon, Yves Montand, Jean-Louis Trintignant. Een tijd waarin mannen nog de kunst verstonden van mooie sigaretten roken. Toen ik op een middag met mijn vrouw aan het wandelen was, wilde toeval dat we hem weer tegenkwamen. Het was de eerste keer dat zij hem zag. Kijk, daar zit hij, zei ik tegen haar. Ik had het thuis vaak over hem gehad, maar nu kon ze hem eindelijk zelf eens zien. Het zou me niet verbazen als hij kunstenaar of schrijver is, fluisterde ik. Hij is namelijk altijd alleen en hij lijkt gesteld op zijn rust. Maar ik vermoed dat hij ergens onder gebukt gaat. Iets met een vrouw uit het verleden. De woorden affaire, rendezvous en onmogelijke liefde cirkelen om hem heen. Benieuwd naar wat zij van hem vond, keek ik haar aan. En? Haar antwoord liet enige tijd op zich wachten. Van ons twee is zij de bedachtzame. Ik daarentegen weet meteen wat voor vlees ik in de kuip heb. Uiteindelijk kwam het dan toch en zei ze: die man die daar zit, die lijdt. Ik knikte. Zij zag het dus ook. Als er iemand was die weet heeft van de zwaarte van het bestaan, de existentiële eenzaamheid, dan was mijn man het. Maar waar anderen voor wegdoken, durfde hij het onder ogen te zien. Geen koude drukte in zijn leven. Glunderend van trots liep ik verder. En dan wil ik straks, als het mag, van Paul het tweede deel vertellen. Wat mooi, hè? Dat mag, dankjewel.